Glasgow beleefde de Nederlandse atletiekploeg het succesvolste WK indoor ooit. Op de 400 meter lieten de Nederlandse vrouwen nogmaals zien de allerbeste te zijn. En Femke Bol liep weer een nieuw wereldrecord met in haar kielzog de enige atlete die zich met haar kan meten. Lieke Klaver. We beginnen hier in de Commonwealth Arena met Lieke Klaver. Bol is weg en Klaver met zoveel souplesse. Femke Bol snelt door die bocht, is dus onder Klaver door. Bol en Klaver, dat moet goud en zilver gaan worden. 23-52, een goede doorkomsttijd voor Femke Bol. Klaver daar kort achter. Wordt dit een wereldrecord? En hier is 49-18. Ja, ja, ja. Dus toch, nog sneller kan het. Ook natuurlijk Klaver, ongekend goed hier. Voor Nederland is Lieke Klaver vertrokken vanuit baan 5. Klaver, ruimschoots aan de leiding. Klaver loopt sterk, zoals we dat van haar kennen. Peters is weg. Katelijn Peters. Nederland nog altijd 1. Met Lisanne de Witte, de diesel. Ze heeft het stokje in de handen. En Femke Bol in soepele tred. 1 rondje nog voor haar. Bol moet die ontspanning zien te houden op de laatste meter. Nederland wereld indoor kampioen op een 4x400 meter. Je moet dat stokje gewoon zijn sodemieter naar de volgende brengen. Ja, dat is gewoon mega vet dit. Ja. Ik hoor jou twee dingen zeggen terwijl we gingen kijken. Dat is, ja, ik heb het zeker al teruggezien, maar ik word weer zenuwachtig. Ja, toch? Ik kijk toch altijd weer alsof er nog iets anders kan gebeuren. Van, oh, gaat ze niet vallen of zo? Ja. Ja, ik was gewoon zelf. Alsnog. Ja. Ja. Blijft spannend. Ja, ik wil met jou heel eventjes naar die zilveren medaille gaan. Mm-hmm. Dat was de 400 meter. En daar heb je natuurlijk een ijzersterk. We gaan meteen even kijken. Want je hebt een ijzersterke race. Je zit hier achter Femke. Ja. Wat weet jij hier al? Nou, ik weet wel dat... Nou, ik wist, oké, ik loop tweede. Het gaat volledig volgens plan. En nu zag ik ergens een schaduw komen. Ook zie nu dat het mijn eigen schaduw was. Oh. Maar ik zag een schaduw. En ik dacht, ja, ze komt toch dichterbij, die Amerikaan. Ja. En, maar wat gebeurt hier? Jij omhelst Femke. Nou, wat heb jij tegen haar gezegd? Nou, ik dacht dat ik heel duidelijk tegen haar zei, ik ben tweede. Maar zij verstond mij helemaal niet. Nee. Maar ik dacht, want zij komt dan als eerste over de finish. Zij weet niet wat er achter haar is gebeurd. Dus ik moet haar gaan vertellen, ik ben tweede geworden. Maar ja, het was zoveel, want ik zag die tijd van haar. Dus, wat een wereldrecord was. Ja, dus ik denk, in plaats van dat ik woorden gebruikte, was ik gewoon maar... En daarmee dacht ik dat ik duidelijk was naar haar. Ja. Maar toen werd het ook voor haar duidelijk dat ik tweede was en... Ja, dan zijn we gewoon super blij voor elkaar. Waar was je? Want jij hebt er de hele tijd met je neus bovenop gestaan. Ja. Maar hoe is het dan met jou op zo'n moment? Wat ik heel grappig vind, heel veel van die uitspraken die sporters doen, dan zeg je toch een beetje van, ik ben heel blij. Maar ik was bijvoorbeeld heel erg verrast door dat Lieke zei dat ze Femke was gaan vertellen dat zij tweede was geworden. Ja, ik had dat ook niet echt bedacht. Dat Femke die ziet dat natuurlijk niet. Wij zien het allemaal. De hele wereld kijkt tv en die ziet Lieke Klaver tweede. Maar er is één iemand op dat moment die dat niet weet. Nee. Dat is Femke Bol. Ja. Dus dat vond ik wel heel grappig. Maar ook dat jullie zo bijna met militaire precisie een plan gemaakt hadden. Dat was ook het eerste wat je ongeveer zei. Van, het ging precies zoals we het bedacht hadden. Ja. Maar, en dat heb je dan met z'n tweeën heb je dat eigenlijk bewacht. Want jij bent jij bent een atleet, jij wil natuurlijk goud halen. Denk je dan ergens van, met Femke in de race, ga ik voor zilver? Een beetje. En dat... Nooit helemaal? Nooit helemaal, nee. Want je weet uiteindelijk nooit wat er gebeurt. En voor hetzelfde geld zit je in een supergoede flow. En open ik wel voor haar. Weet je weet het nooit. Maar wat wel was, we hebben het plan wel gemaakt voor mij als individu. Ik weet niks van haar plan. Mm-hmm. En zij weet niks van mijn plan. En er zijn maar je gewoon... traint de hele tijd samen, hè? Ja, dus je weet natuurlijk wel het ander. En ja, voor ons werkt dat gewoon wel in ons voordeel. En voor mij was het meer de verschillende scenario's van wat gaan die Amerikanen doen. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik... Ja, op een gegeven moment kom je die bocht uit en dan ga je dus invoegen. En toen merkte ik dat ik nergens die Amerikanen voelde. Dus toen dacht ik, weet je, we hadden 3 scenario's. Toen dacht ik, oké, dit is dus scenario 1. Ik moet nu blijven plakken bij Fem en gewoon volhouden en naar die finish. Ja. Want ik wil gewoon niet dat ze over me heen komen. Nee. Heb jij de hele tijd dat je die buzz voelt als je in Glasgow bent rondom... Dit duo. Die Nederlandse ploeg, ja. Ja, de hele Nederlandse ploeg, maar ook wel dit duo. Ja, eigenlijk allebei. Ja, nou vooral ook dit duo. Want dit zijn natuurlijk wel de twee postergirls van de Nederlandse atletiek op dit moment. En nou, dat is zeker zo. Femke was de dag voor het begin van het toernooi bij de internationale persconferentie. En ze zijn gewoon zo overheersend op dat onderdeel. Mm-hmm. Maar het is ook ze zijn natuurlijk ook een presence. Na afloop, ik denk dat jij ook, je wint zilver... maar dat je bij de BBC en bij NBC... dat je bijna iedereen wel even te woord moet staan. Omdat
ja, wij kiezen ook een beetje zo. Het gaat om de prestatie, maar het gaat natuurlijk ook de inschatting van, heeft iemand iets leuks te vertellen? Ja. En dit zijn twee vrouwen die, nou ja, die heel bewust met hun sport bezig zijn, maar die ook een enorme persoonlijkheid met zich meebrengen. Ja, Nick, dus jij hebt ook op een puntje van je stoel gezeten, toch? Oh, man. Ja. Ja, en het is zo knap, want er gaat de aandacht naar Femke toe en die doet fantastische dingen. Die ja, loopt een wereldrecord. Maar wat jij daar doet, maar 4 jaar geleden hadden we daar ook al, het is ongekend wat jij daar doet, zeg maar. Ja, ik ben alleen maar een beetje... Ja. Je hoort me. Maar het is zo knap wat jij doet. Dus ik vind het ook zo mooi dat jullie dat ook zo met z'n tweeën vieren. Dat het ook zo'n collectief iets is. En helemaal ja, met die estafette natuurlijk. Dat is helemaal cool. Maar het is zo knap. Wat jij doet, moeten we niet, zeg maar... Je moet niet de Buzz Aldrin worden van de Neil Armstrong, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus dat we alleen over 60 jaar alleen nog maar over Neil Armstrong hebben. Niet over de tweede man op de maan. Nee, over jullie samen, zeg maar. Ja, ja, daar ben je het al mee eens. Ja. Vind je het irritant ook, of niet? Nee, want het heeft, zeg maar... Ik heb de lust, maar niet de lasten. Kijk, zij moet heel veel naar de media en zo. En ik heb dat allemaal wat rustiger, want ik ben nu toch een beetje de nummer 2. Dat vind ik niet zo erg. Nee, en ik hou er gewoon van om hard te lopen. Ja. En dat er dan nu net iemand voor mij zit... liever een Nederlander dan dat het wel een Amerikaan is of zo. Dan liever 1 en 2 Nederland dan... En ik begrijp dat jij wel ergens een geheim opschrijfboekje hebt... waar wat tijden in staan die je ook nog wil halen. Ja, ik heb ooit, volgens mij, ik denk na 6 jaar geleden of zo... heb ik 1 keer tijden opgeschreven. Volgens mij heb ik toen gewoon een keer gekeken naar de wereldrecords die er toen stonden. Toen dacht ik, nou, dan ga ik daar een beetje boven zitten wel. Want dat zijn wel bizarre wereldrecords. Ja. En kom steeds dichterbij. Je komt steeds dichterbij. Ben je er al? Wat staat er in het boek? Nee, dat hou ik voor mezelf. Misschien later vertel ik dat een keer. Ja. Maar Nienke zei dat net, hè, want dat is inderdaad heel goed om te benoemen. Ik doe al lang atletiek voor de NOS. En vaak gingen we naar zo'n toernooi. En dan won een Nederlandse of een Nederlander misschien 1 bronzen medaille of zo. Ja. Deze generatie, dat is breder dan Femke en Lieke. Maar dat zijn dus ook wel vooral Femke en Lieke. Die is fantastisch. Dat is ongelooflijk wat er daar op Papendal gedaan is de afgelopen jaren. Is echt heel bijzonder. Want het is natuurlijk ook een sport waar niet zomaar wat kleine landjes aan meedoen. Ze lopen tegen Amerikanen en tegen alles. Ja. De hele wereld komt langs, want het is natuurlijk laagdrempelig. Je kunt overal hardlopen, de hele wereld. Ja. Ja. Wat is er gebeurd op Papendal? Gewoon lol hebben, een strak plan hebben. Want dat is wel zo, toch? Het is een hele hechte groep atleten bij elkaar. Ja, de mannen hadden ook brons nu bij de 4x400 meter. En dat is gewoon leuk met z'n allen. En het begon eigenlijk is het treintje gaan rollen toen... of balletje gaan rollen toen die jongens zilver kregen op de Olympische Spelen. Ja, en toen zijn we met z'n allen echt nog meer in die opwaartse spiraal gekomen. Ja, vriend Sterns is daar ook één van, hè? Ja. Wist jij dat, Roos? Dat er zijn dus 2 mensen die wonen samen in hun huis... en nu allebei de 4x400 meter. Ja, mijn vriend zei ook weer een medaille voor bij de collectie. Ja. Heeft hij jouw race eigenlijk kunnen zien? Want jij stond met hem te praten, zei de dames gaan beginnen. Oh. Ja, zij hebben staan kijken. Tennis heeft staan kijken, maar waar was jij? Maar andersom, waar was jij bij hem? Nee, wij zaten in de co-room en dan is er wel een tv-scherm. Ja. Maar ik durf niet te kijken. Ik ben zo bang dat er wat gebeurt. Want op een gegeven moment, zij stonden ook... ik liep naar het startblok... En zij hadden allemaal die vlag om hun heen en zo. En ik wilde hun gewoon niet aankijken. Want ik dacht, dan moet ik misschien vrolijk gaan doen of zo. Maar ik wil alleen maar in mijn eigen bubbel blijven. Ja. Dus ik heb hun gewoon genegeerd. Zo straal langs hun gelopen. Ja, maar oh, leuke foto. Ja. Er ging iets van voorbereiding wel rond op Instagram. Dat kan jij wel even vertellen. Dat had iets het ijsbadje bedoel je? Het badje. Nou ja, het is natuurlijk heel leuk. En het is ook wel een leuk verhaal geworden. Want jij hebt de foto gepost volgens mij van Femke. Die na de halve finale 400 meter dag 1 in een ijsbadje. Maar kijk naar de zijkant van het ijsbadje. Want volgens mij is die van Spons Bob. Je ziet er een octopus. Ja, en een visje en een krab. Dweil aan de rechterkant om die zijkanten tegen te houden. Om het een beetje... Ja, precies. Ja, het is natuurlijk leuk om 1 keer om te lachen, maar dit mag natuurlijk eigenlijk nooit meer gebeuren. Want dit is toch wel een beetje kneuterig. Bad was, maar gelukkig een Lidl om de hoek, begreep ik, waar die ijsbadjes vandaan kwamen. Een Lidl of een bouwmarkt, ik weet niet waar ze supermarkt vandaan kwamen. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk. En een dag later zit ze in het badje met een gouden medaille om. Dus een upgrade voor het ijsbadje. Ja. Ja. En nogmaals, het is hartstikke leuk en ludiek, maar toch eigenlijk zou dat wel iets beter geregeld mogen zijn. Je hebt er nog wel even naar gevraagd, hè? Na afloop van de wedstrijd heb je het nog wel heel even over het ijsklontje gehad. Ja. Over de ijsklontjes. Zet het gefeliciteerd. 2 keer goud, ga je dan nu nog in het ijsbad? Of hoeft dat vanavond niet als het toernooi is afgelopen? Vanavond niet. De microfoon hing niet bij Lieke op dat moment, maar volgens mij...
Je zei ongeveer de ijsblokjes gaan in de gin tonic, toch? Die zitten nog in de tas. Nee. Ijsklontjes, ja. Vanavond. Toen dacht ik al. Lekker mezelf. Dat was zo leuk. Veel dingetje vanavond dronken om het te vieren? Nee, niet veel, want we drinken nooit, dus we kunnen er helemaal niet tegen. Nee. Eén is genoeg. En dan is het al helemaal gebeurd. Ik wilde je eigenlijk al gaan succes met en nu op naar de Olympische Spelen, maar daar zit nog van alles tussen. Klopt. Ja. Maar dat is wel het ding. Tuurlijk. Wat er tussen zit, staat het in het teken van. Zeg ik Klopt. Het dan toch? Ja. En dan zit zelfs Connie Palme op het puntje van de stoel bij atletiek. Ja, nee. Ik vind alles. Ik vind het zo spannend. Maar ik begreep heel goed hoe ze keek. Val ik niet of valt iemand? Ik vind het ook altijd heel eng. Ja. Maar wielrennen is nog enger, dus daar keek ik nooit. Heel erg gefeliciteerd. Dank je wel. Want nu lekker slapen. Ja.